Jullie hebben zo'n mooi duurzaam pand. Waarom zijn jullie duurzaam gegaan? Dat is natuurlijk wel raar. Je zit in de automotive. Je probeert zoveel mogelijk auto's te verkopen. Dus het is wel een soort van tegenstrijdigheid. Maar goed, hetgeen wat je doet kun je wel op een zo duurzame manier doen. De zoek van Volvo was dat ze een meest duurzame garage neer wilden zetten. Eerst van Nederland, maar later is dat zelfs van Europa geworden. We zijn begonnen met de elektrische installatie en de groepenkasten, zoals je ziet. We hebben een plan uitgewerkt met de verlichting en dat wilden we schakelen door middel van een KNX-systeem. Toen hebben we de Motorcar for Life, Erwin van Limburg, erbij betrokken om samen met ons het plan verder uit te breiden. Duurzaam met het gebruik van KNX moet je denken aan centrale schakelingen. Als iedereen het pand verlaat, de alarm gaat erop, de verlichting gaat uit tot de gewenste stand. Ja, er kan nooit een lampje vergeten worden om uit te zetten. Dus er zal nooit licht branden terwijl het niet nodig is. En dat heb jij zo geautomatiseerd? Ja, klopt. Dat wordt door middel van de KNX en de visualisatieserver, zoals we dat noemen, wordt het aangestuurd. Zowel ter plekke als op afstand eventueel. Het gros van de verlichting hier wordt gedimd door een DALI-module. En het mooie van DALI-sturing is dat de lichtsterkte bijna traploos geregeld geworden van 0 tot 100%. DALI is puur een verlichtingssturing en KNX stuurt het DALI-systeem weer aan. Zo moet je het eigenlijk zien. Het zijn eigenlijk twee systemen in één. Nou, we hebben hier een duurzaam pand staan. Alles wordt aangestuurd door KNX. We hebben 500 zonnepanelen op het dak liggen. We hebben een warmtepomp geïnstalleerd. We hebben een balansventilatiesysteem gemonteerd. We hebben alle verlichting in LED uitgevoerd, dus het meest duurzaam wat er op het moment is. We kunnen verlichting op 30% laten draaien. We hebben daglichtregelingen toegepast. We hergebruiken regenwater, wat we gebruiken voor de toiletten, maar ook voor... We wassen natuurlijk nog wat auto's hier. Wij hebben ook geen gasaansluiting, all electric pand. Wat voor BREEAM certificaat hebben jullie? We hebben het BREEAM Excellence certificaat. Heb je nog een tip voor andere bedrijven die ook het BREEAM certificaat willen? Zorg ervoor dat je daarin begeleid wordt, dat je een professional in huis haalt. Die wereld kent en die je daar aan de hand neemt. Iedere stap was hier een uitdaging. We hebben een familie Arens waar we mee te maken hebben en die wilden gewoon echt, die gingen voor duurzaam. Nou, dat is in dit pand heel goed gelukt en echt alles, ieder stapje wat gezet werd, werd over nagedacht. Dus ook een uitdaging voor de installateur. Hoe reageren klanten op het nieuwe gebouw? Ja, super enthousiast. Met name de filosofie erachter, de gedachte erachter. Als je ze aan de hand neemt en je loopt door het pand heen en je vertelt ze zeg maar, hoe de zaken ontstaan zijn en waarom, ja, dan zijn ze reuze enthousiast. Klanten, leveranciers, maar ook scholen, overheden die hier op de koffie komen. Ben je tevreden met het resultaat? Ja, we zijn heel tevreden, ja, zeker.